Het is natuurlijk fantastisch dat zo'n dag er is waar iedereen weer even geattendeerd wordt op het feit: kom uit je stoel en ga lopen. Er gebeurt echt heel veel als je gaat wandelen. Als je gaat wandelen, dan ben je eigenlijk niet zo cognitief belast. Hè? Je gaat niet helemaal zitten tobben meteen, je bent niet op je werk. Dus je kunt een beetje mijmeren. En dat mijmeren, dat zijn echte netwerken die in je brein die echt actief worden. En die zorgen voor creativiteit, voor opnieuw ideeën komen. Hartstikke leuk. Daarnaast is het zo dat als je gaat wandelen, dan doet je hart het beter. Die prikkels gaan via je hersenstam naar je schors. Dus je wordt ook een beetje lekker aroused. Je komt een beetje echt gewoon goed dat je denkt, ja, ik ben alert. Dat is natuurlijk ook wat je wil, want je komt op je werk en je bent eigenlijk verfrist. In plaats dat je in een metro hangt en tegen iedereen zijn slechte adem zit aan te hangen, is dit natuurlijk een hele andere start van de dag. En het aardige is ook dat als je loopt en je hart doet het beter, dan is de doorbloeding van je brein beter. En juist die verbindingen tussen de gebieden in je brein, die zijn enorm afhankelijk van die doorbloeding. En dat betekent dat juist die netwerken die zo belangrijk zijn voor efficiënt werken, voor productiviteit, maar ook denken, hé, er is een verandering op mijn werk, heb ik er zin in om erin mee te gaan of heb ik er geen zin in? Nou, opeens heb je zin om daarin mee te gaan. Dus je voelt wel aan, eigenlijk is die hele kijk op hoe gaat de dag, die verandert daardoor. Hè? Als er problemen zijn, denk je, nou, ik ga ze oplossen. Wandelt u iedere dag naar uw werk? Ik fiets elke dag naar mijn werk, want het is een half uur fietsen. Dus anders kom ik er niet meer.